Dan nog één vraag over dat algemene plaatje en het, laten we zeggen, beschermen van het leven. Ik vind dat zo moeilijk te rijmen met het verkiezingsprogramma van de SGP, waarin voor de doodstraf wordt gepleit. Terwijl ik u net hoor zeggen, het leven zo belangrijk is. Dus kunt u uitleggen hoe het een zich tot het ander verhoudt? Ja, nee, dat vind ik ontzettend eenvoudig. Eerlijk gezegd, misschien kan ik wel best uitleggen door het even om te draaien. Het verbaast mij dat inderdaad voor D66 het leven van zelfs een massamoordenaar, of het nou een Hitler is of Saddam Hussein, het is heilig, onaantastbaar. Zelfs doodstraf kan nooit een legitieme straf zijn. Maar 30.000 onschuldige kinderen, ja, daar moet ruimte voor zijn. Dus even nu andersom, want ik zal beperken tot het SGP-geluid. De doodstraf is gebaseerd juist op de hele hoge waarde die wij toekennen aan het leven. En als iemand zich vergrijpt aan het leven, kan de overheid in bepaalde gevallen, kan het legitiem zijn dat zo iemand het recht om door te leven verliest. Maar dan hebben we dus over een straf op bijvoorbeeld een massamoordenaar. En ik vind het wel echt heel iets anders om dat toe te passen op ongeboren leven. De heer Van Geurpen over dit wetsontwerp graag. Zeker, voorzitter. Ik was er weer gaan zitten, maar ik kan het toch niet laten. De heer Van Dijk zegt dat hij graag met heel veel respect een gesprek zou willen voeren. En dat wil ik ook. En ik denk dat alle sprekers dat in hun termijn ook een poging te doen. Mag ik hem dan toch ook vragen in iets minder schrille tonen de voorstanders van dit voorstel af te zetten als mensen die om dood jubelen of 30.000 kinderen laten sterven? Ik vind dat moeilijk te rijmen met zijn pleidooi voor een respectvol debat. Daar wil ik altijd op aanspreekbaar zijn. Goed dat het doet. Dat juichen, ja, dat heb ik niet zelf verzonnen. Het viel mij gewoon op. Daarom is het ook mij blijven hangen. Het deed mij best pijn dat ik toen ik zag dat in de Tweede Kamer werd aangenomen. En inderdaad werd gejuicht. En ook op Twitter foto's werden verspreid. Nou, met tekst. Ik ga ze ook niet herhalen. Dat heb ik niet voor gekozen. Maar die had eerder verwacht op geboortekaartjes dan. Ik begrijp het oprecht niet. Ook al ben je voorstander van abortus. Het gaat om iets ongelooflijk verdrietigs. Hoe kun je dat vieren? Nou, dat heb ik willen neerzetten. Niet gericht op personen. Ik heb iedereen in deze zaal lief. Maar die handelingen, daar heb ik hele grote moeite mee. De heer Van Geurp. Laten we ons dan tot de handelingen beperken. En het verschil van inzicht die we daarover hebben. Zonder elkaar in een kamp te zetten waar niemand wil horen. Met beelden daarbij waar niemand zich bij thuis voelt. Ik luister goed naar wat u zegt. Ik meen binnen de grens van het fatsoen te zijn gebleven, maar altijd op als spreekbaar.